laat ik mijn muziek maar zachter doen voordat de buren de politie gaan bellen. Ja, met jou? Mijn dochter heeft vandaag een musical en ik ben zo zenuwachtig. Kijk mensen, El houdt niet van zijn verjaardag. Maar mij verzekerd. Ik heb hem erin gedaan toen het voor mij mag niet op de PS. Waar gaan we vanavond heen? Naar je zus toch? Heb ik niet. Alleen Kels. Dat is toch je zus? Het is goed, je moet een briefje pakken. Dat is helemaal goed. Ja, dat hoor ik mij niet. Huh? Er kwam iets geels uit. Is die ontstoken, Pik? Ja. Doet pijn. Ik deed dit. Toen kwam hier allemaal geel. Oh, daar is die ontstoken. Deze. Dan moet je hem even openmaken. Durf je dat? Heb je dat gedaan? Ja, maar dit. Dat moet je ook even openmaken. Oh, kijk. Oh, ja. Pak een doekje. En dan moet je even helemaal goed uitknijpen. Hij is al uit. Hij is al uit, man. Wat? Nee, je moet het helemaal uitknijpen. Ik ben helemaal into de Surinaamse muziek. En ik blijf... Jada, zet ze even wat anders op. Ja, hoe is het met jullie? En wat vonden jullie gisteren van de boeren? Even serieus, mensen. Twee dagen zijn we komen. Ga maar even kijken hoe snel de politie nu voor mijn deur staat. Mensen, weten jullie dat mijn buren hadden gebeld voor bedreiging? Er stonden er gewoon twee busjes voor mij. Die vent die is 1 meter, weet ik veel hoeveel, kan tering dik. Staan er gewoon twee busjes voor de deur. Hi Vanessa. Niet doen! Nee. Waar is jouw telefoon?
Kijk maar. In één keer zo. Oh, mensen, mijn dochter heeft zo'n pubergedrag. Echt walgelijk. Nee, dat was afgelopen weekend of die weekend daarvoor, ik weet niet. Je kan zien op mijn Facebook, toen die twee busjes voor mijn deur stonden, dat was van mijn buren. Omdat ik hun bedreigde, terwijl ik heb het hele gesprek opgenomen, hè, mensen. We vinden het ook dik. Ja, dat komt omdat hij ontstoken is, Brett. Ik moet gelijk aan Pascal denken. Doe ze harder. Dit is Duits. Doe ze harder. Mag ik komen nog een keer? Ja. Ja, en nu? Want nu heb ik en mijn muziek uit en mijn wifi uit. Niet doen. Niet doen. Ja, ja, ja. Jada ook niet. Ophouden. Jay, ophouden. Kijk dan. Ja, dat is pech. Maar ik doe dit. Nee, nee, je is het mee. Oh, Chatty, ga janken. Kijk op jouw bord. Ja, een beetje. Ja, dat heb je pech. Hallo, pech. Wat minder. Zie je mij boeien? Het interesseert me helemaal niks. Jij wil mij zogenaamd aangeven voor bedreiging, terwijl ik helemaal niks heb gedaan en ik heb gewoon opgenomen. En je hoort mij zeggen, welke bedreiging dan? Dan zegt hij, omdat je voet tussen de deur staat. Ja. Yeah. Hier zie je softballpapier. Waar is softballpapier? Willen jullie dat even niet hardop zeggen? Ja, wil je dat even niet hardop zeggen? Ja, bla 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 bla. Happy, jongen. Altijd. Ik neem alles op, hè. Mensen zijn echt dom. Waarom vindt hij die Bluetooth niet, Chelsea? Hoe moet je Bluetooth zoeken? Met jouw telefoon. Chels! Bij Bluetooth. Bij Bluetooth. Oh, mensen. Wil iemand een puberdochter hebben? Want, ja, koop. Kijk die ballen. Koop Komt haar. Allemaal door haar. Koop haar. Ja, koop jou ook wel. Koop hem. Staat die Bluetooth. Koop hem, koop hem, koop hem. Nog één keer hem en ik ga je echt slaan. Nou, als jij gaat slaan, ga ik ook slaan. Mama, hij zegt koop hem, ik ben toch geen jongen? En waar maak jij je druk om? Je bent 12 jaar, je weet het zelf, donders goed. En dan ga je alsnog zo doen. En Jada, jij moet ook. Oh, je mag een weekje naar Vanessa. Nee. Maar één keer. Wie? Mijne? Nee, die van Charles. Een vriendje, Jesse. Levi. Levi. Hi, Pikkemozie. Maar het gaat allemaal goed met hem, hè? Ja, Jess. Wil je het zien? Hij mag zwemmen. Kan je wel laten zien, hoor. Moet je even wachten. Levi, even hier blijven, ja? Auw. Kijk uit voor mijn voet, want ik word echt gek. Het is voor mij mijn verliefdheid. In je dromen, brutaaltje. De strijd is een wens. Dromen, brutaaltje. Wat is er gebeurd, meiden? Ze doen het weer.
Laat los, maak het even. Levi, laat je benen zien. Niet vandaag. Hallo? Snel, laten we meisjes zoeken. Wie weet waar een ruzie toe kan leiden? Init, daar hou ik niet van. Nee, misschien hebben ze hun telefoon meegenomen. Het is onze laatste hoop. Kom op. Wat is dit voor een plek? Ik weet niet meer waar ik hier kwam. Init, ben jij het? Natuurlijk, wie anders? Ja, en weet je wat dat wijf zijn? Nou, mijn kind is gewoon gebeten door een hond, Nassiva. En weet je wat die vrouw zei? Oh ja, hij schrok. Dus ja, ik geloof niet dat hij gebeten is. En toen ben ik doorgelopen. Maar mijn kind bleef naar zijn been grijpen en huilen en zo. Toen ben ik doorgelopen, heb ik zijn broek naar beneden getrokken. Want we stonden midden op een winkelcentrum, dus dat kan niet. Dus ik ging naar een hoekje lopen. Toen trok ze broek omlaag, toen zag ik dat. Dus toen ben ik teruggelopen. Ja, en mijn kind is wel degelijk gebeten. Nou, je kent het wel. Dus, maar... Hé, zeg tegen dit jongen dat hij stopt daarmee, man. Het is een van de bekendste YouTubers uit Nederland. Ik denk dat bij de alle kijkers wel weet wie het is. Het is iemand van oma en die gewoon lekker eten. Nou, het is geen kras, hoor. Je ziet gewoon die tanden van die hond. Wacht, ik ga zonder filter doen, ja? Moet ik even kijken hoe dat werkt. Ik weet helemaal niet hoe dat werkt. Levi? Levi? Help me. Maar ik weet niet hoe het werkt, maar het is ook helemaal blauw en zo. Ja, dit zijn gewoon tanden. Het zijn gewoon tanden die in zijn been staan. Echt niet normaal. Nee, gewoon zo'n klein kutkeffertje. En die was gewoon aan de lijn. En ik liep langs, Chelsea liep langs, Bradley liep langs, Jess liep langs, Jada liep langs. Niks aan de hand. En bij Levi ging die op een gegeven moment, ja, toen beet hij hem. En die vrouw zo, nee, mijn hond is gewoon alleen maar geschrokken. En wat zei ze nog meer? Ja, hij heeft vast niet gebeten. Was gewoon een schrikreactie, gewoon een waarschuwing. Maar mijn kind bleef dus de hele tijd grijpen naar zijn been. Toen trok ze broek omlaag. Ja, toen zag ik dat hij echt gebeten was, zeg maar. Ja, toen ben ik teruggelopen. Toen had ze... Toen zegt ze... Luister goed, mijn kind is niet gevaccineerd, hè. Even voor de duidelijkheid. Dus mijn kind heeft ook niet de tetanusprik gehad. Toen zegt ze... Ja, wanneer je de tetanusprik moet halen... Dan wil ik hem wel voor je betalen. Ja, bitch, in Nederland zijn die gewoon gratis hoor. Wanneer ik naar een ziekenhuis ga mijn kind zeg, en zeg mijn kind is gebeten, dan krijgt hij gewoon een titanensprik. Buiten dat heeft Levi wel al een titanensprik gehad. Dus ik maak me daar ook niet druk om. Maar what the fuck. Dat was het enige wat ze kon zeggen. Ja, ik betaal die titanensprik wel, bla 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 bla. Het was een hele oude vrouw. Nou, ik kan jullie niet laten zien. Trouwens, het staat op mijn telefoon. En ik, mijn telefoon ben ik live. Maar ik wil haar wel op Facebook zetten. Snap je? En daarna zegt ze ook nog tegen hem. Nou, als ik klein geld had gehad, dan had je van mij een ijsje gekregen. Toen dacht ik, wat een vuile bitch ben jij gewoon. Nee, het was echt een hele oude vrouw. Ze leek wel 70 of zo. Maar dan alsnog, jouw hond hoeft niet te bijten. En zeker niet midden op een winkelcentrum, hè. Waar duizenden mensen, of nou ja, oké. Okay. Dat is overdreven in Hellevoetsluis. Waar honderden mensen langslopen. Snap je? Dat was bij mij echt wel een beetje een error. Maar goed, ik kon haar niet slaan. Want ze was oud. Ik heb ook tegen haar gezegd,
Als mijn kind... Ik zei tegen haar toen ik wegliep, dat was de allereerste keer, als mijn kind een bijtwond hebt, dan trap ik je hond dood. En toen ben ik weggelopen. En toen, daarna heb ik in een hoekje Levense broek uitgetrokken. En toen zag ik dat. En ik zo, ja, waar is ze? Waar is ze? Ja, maar alle vijf mijn kinderen waren daarbij. Dus, en jullie weten, ik sta al helemaal onder scherp bij jeugdzorg, bij politie en zo. Dus dat kan niet, man. Dus ja. Ja, heb ik gezegd. En daarna vroeg ze mijn nummer. Heb ze een heel bericht geschreven. Dag Selena, als je zoontje een titanensprik nodig hebt, dan moet je me laten weten, want dan betaal ik het. Bla bla bla. Maar ik heb daar niet op gereageerd. Want ik heb gewoon een melding gedaan bij de gemeente. Want hoe bedoel je? Je bent in een winkelcentrum met je hond. Dat is allemaal prima, hè? Want soms, ik neem ook mijn hond mee. Dus, maar jouw hond hoort niet te bijten. En zeker niet op die hoogte, snap je? Want dat is gewoon kniehoogte. En dat betekent gewoon dat die hond vaker gewoon hapt. Bo amor somike. Dus ja. Als je het plaatje kijkt, hè? Gaat dit ook zo met ons gebeuren? Ook zo. Ja. Maar titanensprikken is gewoon gratis in Nederland. Waar hebben we het over? Hoe bedoel je als je moet betalen? En met dat ijsje, dat was gewoon lullig. Ja, als ik klein geld had gehad, dan had ik een ijsje voor je betaald. Even serieus. Ik zei nee, hoeft niet. Zo, gelijk. What the fuck? Wat denk je? Dat je mijn kind om kan kopen met een fucking ijsje? Je hebt gewoon een probleem. Want je hond hoort gewoon niet te bijten. Gewoon heel simpel. Of vinden jullie dat ik overdrijf? Thanks, Sandra. Ja, hij heeft natuurlijk wel pijn gehad de eerste dagen. Of hij heeft gewoon pijn gehad. Gewoon. Maar ja, het is wat is toch? Het zit er toch al, dus ja, je kan daar niks aan veranderen. Maar die reactie van die wijf, dat was gewoon echt walgelijk. Dat was echt walgelijk, dat je dacht... Oké, jouw hond bijt gewoon een kind, hè? Gewoon een kind, niet eens mij of zo. En Levi deed niks. Hij raakte die hond niet aan. Hij deed niet iets met zijn handen of zo. Hij liep ook gewoon net zoals mij en net zoals al mijn andere kinderen liep hij gewoon langs. Als hij mij had gebeten, was hij dood. Want ik had gelijk uitgehaald. Dat was mijn eerste reactie, denk ik. Er staat iemand voor de deur. Kan je even kijken? Dus ja... Ja, en dan? Dan zou die bijten naar de wespen. Dat wordt me... Dan... Ja, als het haar hond is, dan boeit het me niet. Maar als het mijn hond is, dan wordt hij afgemaakt. Ik ga even mijn buren verblijden. Ik ben naar de kop bij Kiko Kubo.
así. Zombie, eso te bote es un no. No, 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 ni zombie, por lo que mi que amo su tiene. Dus ja. Nou, Nassif, ik moet je eerlijk zeggen, toen wij thuis kwamen, zet die tv eens zachter. Toen wij thuis kwamen, toen was hij ook bang voor onze hond. Daar heb ik gelijk korte metten mee gemaakt. Want, je weet toch, je moet geen angst ontwikkelen. Maar hij was echt een beetje bang. Nou ja, het is wat het is. Ik keur het niet goed, hè, maar ja, weet je, het was eigenlijk ook best zielig. Ja, ik weet helemaal niet zo wat ik moet denken eigenlijk. Er is zoveel gebeurd. Meteen was gebroken. Ruzie met de buren. 2 busjes politie voor mij. Je wordt er helemaal niet goed van. Ik ben nu aan het wachten totdat ze nog een keer komen. Aangezien ik al de hele tijd muziek luister. Een brief van de woningbouw of een geluidsoverlast. Helemaal gek. Komt een nieuwe rechtszaak aan. Ja. Maar goed, het is wat het is. Chelsea, tv zachter. Want hun mochten ook niet op de PlayStation. Dus jullie eigenlijk ook geen tv kijken. Dus zachter gewoon. Ik wil geen last ervan. Ja. Een strijd met mijn ex-schoonouders en zo. Kijk mensen, ik zou jullie vertellen. Ik zou jullie een klein beetje vertellen. Ik zat in de bewindvoering. Nee, ik zit er nog steeds in. Al 4 jaar. Ik zou 3 jaar in de bewindvoering zijn. Vorig jaar is dat stilzwijgend verlengd. Omdat ik heel erg bang was voor de energieprijzen en zo. En ik ga mijn kachel niet zacht zetten. Ik ga geen kou leien in mijn eigen huis. Heel simpel. Sorry, doe ik niet. Dus ik zei tegen mijn bewindvoerder, ja, ik wil gewoon langer blijven en dan wil ik kijken hoe dat uitloopt en zo. Maar ik betaal gewoon €500 per maand aan energie en zo. Nou, oké, maakt ook niet uit. Maakt niet uit. In ieder geval, toen was het verlengd, maar nu wil ik eruit. En zij had gezegd, ja, je kan alleen maar erin blijven wanneer je een brief hebt van je psycholoog of huisarts. Maar ja, ik had een onderbuikgevoel. Over bepaalde dingen had ik echt heel erg onderbuikgevoel. Dus ik heb dat niet gedaan. Dus ik hoor gewoon eruit te gaan. Ja, nou loopt ze helemaal moeilijk te doen. Want ik heb haar betrapt op leugens. En ik heb haar betrapt over dat zij zieke spelletjes achter de rug... Nee, over de rug van mijn kinderen speelt. En dat is bij mij een no-go. En nu gaat ze helemaal moeilijk doen. Ik was zelf zo boos dat ik heb gezegd dat ik de urn van mijn ex mijn huis uit ging gooien. Zo erg spelletjes waren er, speelden ze. Dus ja, er was heel veel hier aan de hand en zo. En zij heeft mij dingen laten tekenen met een heel ander verhaal dan dat het daadwerkelijk in elkaar zat.
En zoals jullie weten wil ik helemaal geen contact met mijn ex-schoonouders. Door de dingen die zijn gebeurd. Zeker met mijn ex-schoonvader en zo. Bedreigingen. Hoofd aan hoofd staan. Noem het maar op. En hun hebben het nu zo gespeeld dat mijn kinderen op hun 18e hun handje moeten ophouden bij hun. Terwijl hun weten dat ik geen contact met hun wil. En mijn kinderen boeit het niet, want hun kijken toch nooit naar hun om. Snap je? Kijk, had het mijn kinderen wat geboeid, dan had ik misschien gedacht, oké, Selena, laat je niet kennen, dit en dat. Maar mijn kinderen willen het zelf ook niet. Snap je? Dus ja, allemaal dat soort dingen. En schijnbaar is politie en veilig thuis en jeugdzorg heel erg gefixeerd op mij, maar kunnen ze me met niks pakken. Dus nu ben ik ook bezig met een rechtszaak. Ja, dat komt er nog allemaal aan. Dankjewel, Jacqueline. Ik doe mijn best. Meer als mijn best kan ik niet doen, toch? Dus daarom was ik ook heel lang niet live. Of alleen heel laat in de nacht. En mensen, dit liedje is zo lekker. Veel afspraken in het ziekenhuis en zo had ik. Mensen, hebben jullie dit ooit wel eens meegemaakt? Wacht, ik moet jullie echt wat grappigs vertellen. Ik had maandag, volgens mij, had ik een afspraak met de psycholoog, met mijn zoontje. In het ziekenhuis. En zoals jullie weten, heb mijn zoontje een goede hormoon, wat elke dag ingespoten moet worden. Maar na het overlijden van zijn vader werd dat een heel drama. Heel veel emoties kwamen daarbij en zo. Dus toen ben ik gestopt. Dat had ik net zo aangegeven aan de kinderarts. Van ja, ik ben gestopt en zo. Maar mijn zoontje heeft een kinderarts, zeg maar, hier in de omgeving. Maar ook eentje in Rotterdam, zeg maar. Want die gaat over het groeihormoon en zo. En mijn zoontje, even voor duidelijkheid, ik geef mijn zoontje geen groeihormoon omdat hij anders kleiner zou blijven. Mijn zoontje heeft ook echt daadwerkelijk uit zijn DNA, heeft hij het shock. Ik weet niet, iets is uit zijn DNA gekomen, waardoor hij dus, zeg maar, een dwerggroei heeft. Hè? Dus, en het is bewezen, zeg maar, dat als jij goede hormoon geeft, dat jouw kind, zeg maar, dan wel gewoon een normale lengte kan krijgen in zijn puberteit. En dus vandaar dat ik dat geef. En dus ik was gestopt, want mijn zoontje was alleen maar drama, alleen maar emoties en zo kwamen daarbij kijken. Dus op een gegeven moment, toen zei mijn kinderarts, of zei zijn kinderarts in Dirksland, hier zo in de buurt, zei ja, en dan moet je toch even met de psycholoog praten, aangezien ik zelf ook bij de kinderpsycholoog loop voor mijn kinderen. Ja, dan kan je dit aangeven en dan moet je even met Jessely daar langs gaan. Ja, oké, is goed. Nou, maar ik werd al een half uur later binnengeroepen, dus ik was al helemaal geïrriteerd. Meteen was mijn kleine teen is waarschijnlijk gebroken en zo. Dus ik helemaal vertiefd daar zitten en helemaal pijn, helemaal daarheen gereden met een gebroken teen en zo. Nou, helemaal vertiefd gewoon.
gegeven moment word ik binnengeroepen een half uur later dan daadwerkelijk mijn afspraak was. Dus op een gegeven moment, ik zeg tegen haar, wat heb ze nou gedaan? Want ik moest gisteren met mijn dochter naar diezelfde kinderarts, want mijn dochter en mijn zoontje hebben dezelfde kinderarts. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Zegt ze, nou, ik had maandag een hele ongelukkige psycholoog aan de telefoon. Ik zeg, nou, hoezo dan? Ja, want jij was helemaal boos op haar. Ik zeg, nou, ik was niet boos, ik was geïrriteerd, inderdaad, dat klopt, hè. En, hele drama. Alleen maar omdat ik had gezegd, je bent te laat. Dat ten eerste, als ik 10 minuten later kom, word ik niet eens meer geholpen. Word gewoon naar huis gestuurd. Ik zei, wat denk je, wat voor stress dit mij kost? Gewoon elke week in het ziekenhuis zitten. Hè? Dan weer bij die, dit, dat, bla, bla, bla. Nou, op een gegeven moment zei mijn kinderarts ook, ja, je hebt ook gelijk. En ik heb ook superveel respect voor je. Maar waarom moest je zo reageren? Toen heb ik maar gezegd dat ik heel erg gestresst was. Heel veel pijn had in mijn teen. En zo. Nou, echt. Een psycholoog die gaat bellen naar een kinderarts. Beetje gaat lopen zeiken. Wat voor kut psycholoog ben je dan? Dus ik had vandaag gebeld. En ik had gezegd, ik wil een andere kinderpsycholoog. Want met deze kan ik niet opschieten. Nou, nu ben ik op een andere gezet. Hi. Snap je? Dan betaal je gewoon 45 euro boete. Dat hoef je mij niet te vertellen. Ik heb hem denk ik al 10 keer gehad. Want ja, zoals jullie allemaal weten, kom ik altijd en overal te laat. Is ook zo. Is zo. Ik kom altijd en overal te laat. Ik ben net zo Suriname. Als iemand zegt tegen mij, ben je daar om 2 uur? Kom ik om 2:30 aangekakt. En met afspraken en zo in het ziekenhuis probeer ik echt mijn best te doen. Soms ben ik op tijd, soms 5 minuten later, soms 10 minuten later. Maar ik krijg altijd gezeik. Altijd. Maar wanneer ik daar netjes op tijd, 10 minuten van tevoren, en daarna nog 40 minuten moet wachten totdat ik eindelijk aan de beurt ben, ja, sorry, maar dan heb je mij ook. Dus ja, het ziekenhuis vindt mij niet zo leuk. Hoef ook niet. Chelsea is zachter. Ja, ik ook. Dan word ik al helemaal geïrriteerd. Dan ben ik al helemaal geïrriteerd voordat ik überhaupt naar binnen ga. Hè? En dan gaan ze me roepen en dan reageer ik al. Ja. Nee, dan moet je bij mij niet flikken hoor. Nee. Dat zei ik ook tegen de kinderarts. Wanneer ik 10 minuten te laat ben, dan krijg ik al een of andere preek over me heen. Zet zachter nu. Dan word ik niet eens meer geholpen. En wanneer hun een 30 minuten tot 40 minuten te laat zijn, dan moet ik maar gewoon indimmen. Ik zeg, wie denken jullie wel niet dat jullie zijn, man? Houd toch op, ja. Zachter! Anders zet ik hem nu uit. Ja, maar hun zijn boven op de PlayStation. Echt niet normaal. Snap je? En dan moet ik, kijk, luister, het eerst dichtbij zijn de ziekenhuis is 20 minuten van mijn huis, hè. Dus besef, ik moet elke keer al 20 minuten rijden om überhaupt bij een ziekenhuis te komen. Hè? En jullie denken misschien 20 minuten, Selena, dat valt nog wel mee. Maar als je dat 10 keer per maand moet doen, dan is dat echt niet meer grappig, zeg maar. Sla er nog 1 keer. Dus ja. Echt wat een chaos. Thank you.
Ja, precies, Nasiva. Ja, snap je? Want als je zegt dat je zelf weggaat, dan in één keer, dan hebben ze wel in één keer tijd, toch? Dat is bij mij ook altijd. Altijd. Maar ja, deze keer, mijn zoontje was ook in slaap gevallen en zo. Dus ik dacht, nou, ik blijf wel even zitten. Maar ja, dat even. Ik ging gewoon rustig TikTok filmpjes kijken en zo. Maar ja, daar ben ik al zo geïrriteerd. Dan kan je ook niet met me praten gewoon. En dan, hè, bij een psycholoog, dan moet ik ook nog 20 keer dezelfde dingen gaan zeggen. Nou, sorry hoor, maar dan ben ik al klaar met je. Ja, maar hoe bedoel je dat? Nou, precies zoals ik het zeg. Of heb je een dag en een tijd wanneer het zover was dat hij het niet meer wou? Hou toch op, man, vrouw. Ik heb 5 kinderen. Wat denk je? Dat ik van elk kind ga onthouden wanneer ze drama gaan zitten? Elke fucking tijd wanneer ze drama gaan zetten. Nou, dan kan ik je elk minuut van de dag geven. Houd toch op, je achterlijke imbeziel. En dat zei ik ook zo. Doe even normaal. Gewoon. Nou, daar was ze niet zo blij mee. Stop! Ik ga hier liggen. Voor die kutrust. En jij gaat weer helemaal niet meer schoppen. Gea! Stop het! Dus ja. Hou op! Want jij daagt het uit. Nee! Ja, maar jij daagt het ook uit met je benen, Charles. Dus ga nou niet schijnheilig doen, gewoon. Ja, ik zei ook tegen haar, ik ben toch geen papegaai, ik vertel je toch? Ja, houd toch op, man. Mensen, jongen, echt aan deze tijd, ik kan niet met ze. Misschien dat ik daarom ook altijd ruzie heb met iedereen. Vandaar mijn wallen. Ja, hou op. Kom aan. Karma.
Ja, is goed. Sorry, het is hier altijd de inloop van kinderen. En moeders. Kijk, mensen, wacht. Ik ga jullie laten zien. Want diegene die politie heeft gebeld en zo. Wacht. Die staan daar. Ik ga ze voor jullie filmen. Meneer Wedelaars, we staan daar. Dus gewoon hier blijven. Ga lekker spelen met een bal. Misschien slaapt hun kind. Jawel, want anders haal ik nu de wifi eruit. Ik zie dat ik de bal heb gemaakt. Oh, nou dan speel je lekker met een andere bal. Als je hem maar kan irriteren. Hunks. Mijn kind, als ze om 7:10, 18:50 buiten speelt voor de deur. Voor de achterdeur. Want hun kind ligt aan het slapen. Dus zullen we even met een bal spelen, Chelsea, samen? Zullen we dat even doen, kind? Ja? Ja. Oké, kom. Ik neem jullie mee, hoor. Ja. Kom, we gaan ezelen buiten. Leo. Maar Brad, Jess, je moet sowieso van de PlayStation af. Brad ook. Jammer, joh. Maar Brad ook. Wie? Weet ik. Daarvoor ben ik ook je moeder. Om vervelend te doen. Maar er staat hier de hele tijd een jongen op jou te wachten. Finn heet hij. Kom maar, Charles. Doe maar. Er komt de auto. Nee, geen. Wacht, mensen. Kijk. Ja, dus. Wij gaan gewoon hier lekker ballen. Ik kan niet voetballen met mijn teen, Charles. Oh ja. Ik kan niet eens rennen. Maar deze bal is ook lekker. Ja. Ja. Ga in de midden. Ik kan het niet vangen. Je moet het nog niet. Je moet het proberen te pakken. Ja. Yeah. Kom maar. Dag, leefjes. Hm? Nee, dat mag niet. Tommy, kijk daar. Zie je dat? Jas! Iemand belt mij. Elder. Hangen.